Dit is even een korte test met de Reflection App versie 1.0.0. Naar aanleiding van een tip van Willem Karsenberg. Met de Reflection App kun je AirPlay Mirroring op je iPhone 4S, iPad 2 of de nieuwe iPad gebruiken om het beeldscherm van dat apparaat weer te geven op een Mac of een PC. Willem heeft getest met de Mac. En ik zal de link hier onder in beeld laten zien naar zijn weblogpost daarover. Maar hij kreeg het op de PC niet aan de praat. Ik heb hem op de PC geïnstalleerd en gewoon een Fontys laptop. Op zich ja, een heel standaard apparaat. En daar werkte het. Dus ik weet niet precies wat mogelijke problemen zijn met Windows. Maar bij deze dus de waarschuwing dat het soms wellicht niet werkt. Het aardige is, je kunt een testversie installeren zoals ik dat hier gedaan heb. En die werkt maximaal 10 minuten. Daarna moet je hem weer opnieuw opstarten. En dan kun je dus proberen voordat je hem aanschaft of niet. Nou, dit is het venstertje wat je ziet als hij in trial mode opstart. Ik klik even op OK. En ik zal even laten zien wat de voorkeuren zijn die je kunt instellen. Je kunt kiezen voor welk scherm hij geoptimaliseerd wordt. Nou, ik heb gewoon een iPad 2, dus ik kies even voor 1024x768. Je kunt hem ook boven laten staan, dan gaat het ook goed. Je kunt de naam die getoond wordt in AirPlay aanpassen. Dit is het standaard nummer van die laptop. Dat is prima. En je kunt ervoor kiezen om een fullscreen te laten starten. En dan maakt hij om het symbool van de iPad, maakt hij het scherm helemaal zwart. Ik zal hem even uit laten staan, dan kun je zien wat er nog op de achtergrond gebeurt. Nou, ik klik op OK. Nou, de volgende stap kun je nu nog even niet zien, maar ik zal hem zo laten zien. Op de iPad moet je namelijk dubbelklikken op de home knop en dan kiezen voor synchrone AirPlay mirroring. Kijk, hier zit dat. Als je dubbelklikt en helemaal naar links scrolt, dat zit hier. Als je het hem even opnieuw laten zien. Oh, hier heeft hij af en toe last van het bibberen. Volgens mij voornamelijk op het moment dat ik een schermfilmpje maak. Je dubbelklikt op de home knop en ja, nou, dan scroll je helemaal naar links. En hier heb je dan de optie om AirPlay mirroring aan te zetten. Ja, en synchroon. Ik zeg al dat het knipperen heeft hij op dit moment, zover ik kan zien, vooral last van als ik de filmpjes aan het maken ben. Voor het overige gaat het namelijk, ging het toch redelijk vloeiend in de eerste test, anders was ik niet eens aan een filmpje begonnen. Ik begrijp uit het filmpje van Willem dat er een belangrijk verschil zit tussen de Mac-versie en de Windows-versie. Dat de Mac-versie een ingebouwde opnameoptie heeft. Maar ik zie hier verder geen menuopties die al opnames maken. Ik gebruik Camtasia Studio, waar hij screener gebruikt. En inderdaad, er komt ook audio door via AirPlay. En ook deze gaat nu in de opnamemodus niet zo heel erg fijn. Ik start de YouTube versie, de YouTube app op en speel een filmpje af. En zoals gezegd, dat gaat in de opname knippert hij vooral. Je zult even van mij moeten aannemen dat hij in de gewone versie, of in ieder geval daar waar ik geen opname aan het maken was, gewoon afspeelde. En hij deed dat zelfs in fullscreen modus. Dus je kunt ook het filmpje fullscreen zetten. En op dit moment knalt de audio in ieder geval wat harder uit mijn speakers. Je ziet dat dan ook de Reflection app fullscreen gaat. En hij speelt redelijk netjes af als je dan niet ook nog tegelijkertijd probeert een screencast van te maken. Maar zoals ik zei, download hem gewoon, probeer het uit. Je zult op hetzelfde wifi netwerk moeten zitten. Ik heb inmiddels gemerkt dat op sommige locaties wel eens tot problemen leidt. Pak een beetje bijvoorbeeld Surfnet in Utrecht, waar de netwerken toch redelijk beveiligd zijn. En ik kan me ook voorstellen dat bij mijn eigen werkgever dat een probleem wordt. Daar werkt AirPlay op een Apple TV ook niet. Of in ieder geval de verbinding maken met een Apple TV wil niet lukken. Dat zijn natuurlijk wel dingen die je zult moeten uitproberen op het netwerk van je eigen werkgever. Of je zult zelf met routers aan de slag moeten en dat is misschien nog niet optimaal.
Maar goed, het is een applicatie die heel netjes werkt. En het is voor mij nog steeds een van de redenen om mijn iPad te willen jailbreken. Er zijn er meer, maar dit is er zeker een van. En het is mooi als dit verder gaat dan een 1.0.0 en een aantal van dit soort ja, stotter- en flikker mogelijkheden of problemen oplost, dan denk ik dat het zeker een aardige app wordt. Tot zover!